tot eind augustus, volgens mij tot eind augustus. Hè? Klopt, ja. Kun je in een groot aantal steden genieten van het Gay and Lesbian Summer Festival. En het wordt georganiseerd door Cinemien. Dat is al een hele oude organisatie, Cinemien, maar nog steeds actief. En wat het nou precies inhoudt, vertelt Luc Vrijer en Babette Wijntjes. Want wat doe jij bij Cinemien? Ik ben, zoals het heet, de sales manager. Ja. En ik ben verantwoordelijk voor de theatrale releases in Nederland. De theatrale releases in Nederland. Dus zeg maar dat de films in de theaters, in de filmhuizen, in de arthouses terechtkomen. Ja. Ja. Dus ik moet inderdaad, zeg maar, we kopen dus dan, dus dat doen wij ook. We gaan naar festivals, mogen wij. En dan kiezen wij films uit die wij mooi vinden. Ja. En waarvan wij hopen dat men in Nederland die ook mooi vinden. En dan vervolgens dan bepaal je, oké, wat is de beste tijd? Welke bioscopen zijn geschikt? En dan moet ik ze zeg maar verkopen aan de bioscoop. Ja. En hopen dat ze hem gaan draaien. Nou, wat leuk. Wat is jouw taak bij Cinemien? Ik doe eigenlijk hetzelfde als Babette, maar dan de home entertainment, dus de DVD. En daarnaast ook acquisitie. Dus naar filmfestivals gaan en films kijken en bedenken van, nou, dit willen mensen zien. Of wij vinden dat mensen die film moeten zien. En het zijn altijd homo-thema's, zeg maar. Nee. We zijn gewoon een arthouse distributeur. Ja, dat is waar. Want Cinemien is natuurlijk een feministische organisatie van oorsprong eigenlijk. Ja, het is uit het vrouwencollectief voortgekomen. En in de jaren 80 heeft men besloten, of de twee eigenaressen die nog steeds ook nog de eigenaar zijn, van dat doen we heel goed. En we kunnen ook gewoon hele mooie Italiaanse films, Franse films, Duitse films. We hebben bijvoorbeeld Das Leben der Anderen heeft Cinemien vroeger gedaan en Vesten. Maar we zijn wel altijd heel trouw gebleven aan de homofilms. Oh, dat toch wel? Ja. Ja. Want jullie zijn zelf ook allebei homo? Ja. Mens? Ja. Homo-mens, ja. En op welke leeftijd wist jij het? Al heel jong. Ik denk op mijn achtste, denk ik. Ja? Toen al. Ja. En had je toen ook ervaring meteen met... Nee, ik woonde in een heel klein dorp in het oosten. Dus hij was the only gay in the village. Het was helemaal niemand. Dacht je? Welke plaats was het dan? Groenlo. Groenlo. Oh, het ligt echt in het puntje van... het is ongeveer daar op komt Groos vandaan, toch? Ja. Ja, zie je wel. Ja. De vlak bij Geester is dat toch ook in de buurt? Ja, dat ligt daar ook in de buurt. Ja, allemaal... En daar, maar er zijn veel meer homo-mensen dan je denkt. Uiteindelijk wel, ja. Maar daar kom je achter als je weg bent. Ja. En jij, op welke leeftijd was jij? Oh, ik was een hele late. Of misschien heb ik het ontkend. Ik weet niet hoe je moet... Ik denk dat ik... 18, 19? Maar achteraf denk je, oh ja, nee, oké. Okay. Ja, dat je al lang... Ik kom ook uit een klein dorpje, dus denial, zeg maar. Ontkenning. Ja. Amsterdam. Toen ik naar Amsterdam ging verhuizen, toen dacht ik, oh ja, dit is wat er mis met me is. Oh, wat leuk. Kan je zien dat Amsterdam toch ook wel een functie heeft? Heel veel mensen ontkennen dat, maar het heeft toch wel een functie. En jullie ouders die waren wel tevreden ermee? Ja, die vond het prima. Mijn vader vond het lastig, omdat hij zich niet kon voorstellen dat hij ooit iets met een man zou krijgen of hoe dat dan zou voelen. En dan denk jij meteen van, nou, ik weet wel beter. Inderdaad. Wat heeft je vader wel eens wat met een man gehad? Nee, denk je? Nooit. Oh, dat niet? Nee, maar mijn ouders zijn vanaf hun 15e of 14e bij elkaar. Oh ja. Dus, en ze hebben altijd in het dorp gewoond, dus nee. Ja. Nee. Nou, wat leuk, want dat vind ik wel leuk, want dan weten de mensen thuis in Nederland en Vlaanderen ook hoe jullie zelf in elkaar zitten. Het festival dat duurt dus tot eind augustus, is in verschillende plaatsen, van Maastricht tot Groningen, zeg maar. Ja, klopt. Het is inderdaad in zijn er 11 steden? 12 steden. Ja, zijn er wat bijgekomen dit 12 jaar. 12 steden, 13 ongelukken. Twaalf steden en... niet in België, hè? Nee, niet in België. Dus de Belgen die moeten naar Maastricht dan? Ja, die moeten naar Maastricht, ja. Of misschien moeten ze naar de bioscoop gaan en vragen van... wij willen ook wel gay-films zien in Vlaanderen van België. Ja. Kunnen ze proberen. Want jullie distribueren ook films en vol idealisme. Welke films denk je zelf van, daar moeten de mensen naartoe? Van dit programma? Ja, of van dit programma. Ik zal even laten zien. Ik zelf vind Young and Wild heel erg goed en mooi. En natuurlijk Kiss Me, de beste lesbofilm van de afgelopen 15 jaar. Oh, dat zeg ik heel onbescheiden. Young and Wild, heb je het?
Young and Wild? Ja, het is een hele schattige film. Het gaat over een meisje die streng katholieke ouders en ze mag helemaal niet. En op een gegeven moment gaat ze met een jongen naar bed. En dan wordt ze eigenlijk van school gestuurd en gaat ze naar een soort van internaat. En haar moeder vindt het vreselijk, want ze zijn heel erg katholiek. En ondertussen zit ze te bloggen, want ze voelt eigenlijk alsof er daar beneden iets brandt en een vuur staat. Maar ze weet niet wat ze ermee moet. Dus ze zit op een gegeven moment in het internaat en ze kan geen kant op. En dan duikt ze eigenlijk het bed in met haar beste vriendinnetje. Ach. Hele schattige, leuke, ontwapenende en film. Ook mooi in beeld gebracht dat ze in bed kruipt. Ja, dat is altijd belangrijk. Ja, er moet seks in zitten. Jawel, maar ook seks, dat hetero's ook denken van, oh, dat zou ik ook wel eens kunnen proberen. Nou, dat gebeurt volgens mij heel veel. Je moet dus je Aldi verhaal vertellen. het Aldi verhaal. We brengen heel veel gay en lesbian films uit, maar juist bij de vrouwenfilms merk je dat ze overal verkopen. Dus we verkopen af en toe ook gewoon heel veel dvd's aan de Aldi bijvoorbeeld. En die zijn altijd binnen een week uitverkocht. Juist van de vrouwenfilms. Ik wist niet dat de Aldi ook dvd's, dat je daar af en toe kopen. En worden vooral gekocht door mannen. Ja. Ja, want wat is dan bijvoorbeeld een dvd die bij de Aldi te koop is? Dat was bijvoorbeeld een titel als Elena en Dunn. Die zat vorig jaar in het festival. Ja. Ja. Nou, en welke film verheug jij je op? Ik vond Stadland Vloezen heel erg mooi. Het is een Duitse debuutfilm over twee jongens die elkaar ontmoeten op een agrarische school. En vervolgens ontstaat er tussen de koeien en de schapen ontstaat er een hele schattige romance. Ja. Dat vond ik een erg leuke film. Want het is ook filmisch natuurlijk wel leuk als er tussen de koeien wat gebeurt ook, hè? Die lopen gewoon door. De koeien lopen gewoon door. Ja. Die zijn allemaal lesbisch. Ja. Ja, in dierenrijk heb je het wel heel veel. De koeien kunnen ook denken, hé, dat kan ook wel. Twee meisjes koeien die dan iets met elkaar hebben. Maar dit terzijde. En als het filmfestival voorbij is, het is natuurlijk ontzettend leuk om naar de bioscoop te gaan. Met z'n allen ook ervaringen te delen. Maar als het voorbij is, dan kunnen ze bij jullie ook nog films gewoon huren of kopen. Hè, bij Cinemien. Ja, uiteindelijk komen ze uit op dvd. En ze zullen ook te zien zijn op kanalen als Oud TV. En allerlei mogelijke digitale zenders. Ze zitten nu ook op Oud TV. Ja. Dat is fantastisch. En ze kunnen jullie volgen ook op www.cinemien.nl, hè? Ja. www.cinemien.nl, dat zit ook in beeld. Dus als u nog meer informatie erover wilt weten, het is fantastisch om te doen, om gewoon eruit te treden en naar de bioscoop te gaan. En als je zelf twijfelt, als je denkt van, ik weet niet hoe ik in elkaar zit, dan is dat ook een hele duidelijke reden om dat te onderzoeken eigenlijk. En voor hetzelfde geld ontmoet je iemand en denk je ineens van, ik ben ook gay, of ik ben ook een lesbaar, of wat dan ook. Zo ziet het wel in elkaar. Maar daarom, als ik nog mag toevoegen, dat wij het inderdaad wel een beetje ook in het idealisme doen. Omdat we zelf ook uit een klein dorpje komen. En heel vaak zijn natuurlijk heel veel festivals omtrent homothema in de grote steden. Van de Randstad, maar weinig in de rest van het land. En dat wij dat inderdaad heel fijn vinden of belangrijk vinden dat inderdaad dus ook in Groningen en ook in Nijmegen mensen naar gay en lesbofilms kunnen. Ja. En op het grote doek. Ja. Fantastisch. Ik zit ondertussen te denken, want ik hoor net, ik zie mijn volgende gast al komen. En dat is Bas Kosters. Ik ga jullie bedanken, want dan ga ik, mag ik je kussen ook? Ja, fijn. Ja, ook bedankt. Ja. En dan kunnen jullie daarheen gaan, want dan ga ik meteen Bas Kosters erbij vragen. Ja, graag gedaan. Oh, het kusje lekker. En daar.